Okay. Rennen maar. Let's go. Let's go. Open sesam. Daar komen ze hoor. Ta-da-da-da. Woehoe. Joehoe. Ik zie je van hier. Ja. Hoeveel heb je erbij je? Nou, een aantal. Nou, dat is leuk, want dan gaan we daar... En dan, nee, je moet er twee tegelijk mee kunnen nemen. Kes op je armen, dat is armspier op je neemt. Ik pak heel gelijk de zwaarste. Twee? Dan nog dus. Het is vandaag zondag en... Wat? Zondag? Die ken ik niet. Ken jij die? Ook niet. Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. Donderdag. Donderdag dus. Het is vandaag donderdag en ik ben niet alleen. Ik ben vandaag met Susanna. Daar zijn we weer. Waarvan ben jij? Equilibrium Saddle Fitting Service. En we gaan weer een zadel aanpassen. Hey. Bella en Verona hebben al een zadel van Passier of van jou. En nu is Blondie aan de beurt. Blondie krijgt een spring en een dressuur. Ik ga alleen nog even kijken of bruin misschien mooi bij haar staat of niet. Want ik ben nog niet helemaal uit over de kleur. Ik wil in ieder geval wel roze diamantjes. We gaan eerst voor de pasvorm. Dat is een goeie. Pasvorm en daarna de kleur. Ja, laten we jou lekker je ding doen. En dan zien we wel wat eruit komt. Zo is het. Hallo, wat nieuw is bij Passier dat je ook je eigen zadel een beetje kan oppimpen. Nou, hier hebben we wat voorbeelden van achterkantjes van zadel. Hoe je allemaal iets aparts kunt laten samenstellen door Passier. Nou, er zit ongetwijfeld wel iets gaaf tussen. En ik ben erg benieuwd waar Tess straks voor gaat kiezen. Ligt het nou aan de rug of is het gewoon heel begrijp dat ze denken, wat doe je allemaal? Ja, dat is het. Wat ik aan het voelen ben is of ik, ze is wel strak in de rug, maar dat is ook wel inherent aan het jonge paard. Yeah. En ze vindt het allemaal een beetje spannend, dat zie je ook wel aan haar. En waar ik naar op zoek ben is natuurlijk of ze wel heel eventjes wil ontspannen en naar afwijkingen, maar dat vind ik allemaal niet. Had je wat gehad aan de foto's? Nee, hoeft niet. Alleen als er een afwijking is. Zo. Nee, alleen als er een afwijking is in de bovenlijn, dan heb ik er wat aan. Want daar kan ik aanpassing op doen. Want ik heb best wel wat paarden lopen hoor, met kissingspijn of andere vergroeien. Oh, meisje. En met samenwerking met dan de dierenartsen passen we zadels aan. In de, hoeverre het kan, hè. Zo, goed zo. Nou, ik heb de rug even gevoeld. Helemaal prima. Normaal wil ik het ook even zien lopen. Zullen we dat ook even heel snel doen? Nu kijken we weer even het bewegingspatroon na. Je mag een klein stukje draven. Zet haar aan deze kant lekker. We gaan een aantal modellen gaan we op Blondie de ruggetje leggen. En dan gaan we kijken wat het mooiste qua pasvorm is. Zowel spring als dressuur. En dan uiteindelijk gaan we dat testen. Even kijken. Ja, we beginnen met de Avior. Ja, ik heb wel ergens... die van Bel, die hadden we dus niet op tijd. Daar heb ik wel een goed gevoel bij, die van Bel, en daar zat jij ook heel goed in. Die ken ik helemaal uit mijn hoofd. Het kan zijn, als dit afwijkend is, dat het toch die van Bel wordt. Uiteindelijk. Met de juiste maat. Maar dat doen we dan, straks te kijken. Het is niet de juiste maat, maar de pasvorm is wel correct. Ja, maar dat is natuurlijk altijd
met afpassen, dan moet je altijd gaan kijken van wat komt er dichtst in de buurt. En uiteindelijk ga je dan je maat bestellen, de maat die echt bij jullie past. Tess, wat is je gewend? Want jij hebt natuurlijk met je andere zadeltje gereden. Mm-hmm. En hoe vaak heb je gereden al met haar? Oeh. Gewoon regelmatig? Best heel erg, best vaak. Goed, ja oké. Okay. Maar dan heb ik eventjes een idee van wat ze al gewend is. Het is best wel veel gewend. Oké, okay, goed zo. Ja. Nee, ze vindt sommige dingen wel heel erg goed. Ja, dat mag hè. Maar ze is wel heel erg leuk vinden. Ja, heel goed. Ja, ze is een hele eerlijke pony heb je. Maar dat ze het lastig vindt is niet erg. Daar zijn wij voor, hè? Om onze jonge paarden te begeleiden. En het is eventjes goed voor mij om te weten wat ze allemaal al heeft ervaren. Ik heb al een paar keer proefjes met haar gereden. Ja? En ik ben de laatste keer als een tweede geworden. Ja? Kijk aan. En dat is niks. We hebben buiten- en binnenproefjes gereden. Ja? Ik heb met haar, denk ik, 80 centimeter gesprongen. Hoeveel? 80. Nou ja, of picknicktafel, ik weet niet wat het is. Ja, zo'n picknicktafel. Dat is wel van serieus werk. Ja, kom ze maar. Oeh, ja, dit is weer een andere koek. Wel een beetje herkenbaar weer, of niet? Ja, zo. Ik heb weer een hoge zit. Ja, hè? Ja. Zo. Nou, ik voel me nu wel helemaal hip in het dressuur. Ja. Moet ik dan niet een gaatje langer? Dan ga je even langer zetten. Hoe zit het tot nu toe? Beter. Ja. Hoeveel inch ligt er nu op? Bella. En toen dacht ik, yes, ik mag eigenlijk wel lekker zadel zitten. Ja. Nou, het zadel van Bella is ook echt een topzadel. Ja. En dat is ook een heel, het zadel van Bel is wel veel vrijer dan waar je nu in zit, hè? Kijk, kan je dat nog herinneren? Hier heb ik een pot vastgepakt. Ja. En hier? Ja. Deze is iets dieper. Ja. Ja. Zullen we een stukje dragen? Ja. Uiteindelijk hebben we nu de dressuurzadels hebben we doorgenomen met Blondie en met Tess. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het een jongrijder wordt van Passier. En qua pasvorm en qua functionaliteit voor het paard en voor Tess is dat het beste. Dus dat gaat hem worden. Ja. Dit vindt ze een wauw. Ja, dit is de Avior 17. Die gaan we proberen. Vanaf het moment met loszadelpassen vond ik dit al het geschikste zadel. Ik had jullie winactie beloofd, daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Jullie hebben goed gekeken naar de video en jullie hebben gezien dat Tess de jongster en de Avior heeft gekozen. Nou, dat is een kleine wijziging. We hebben even overlegd met de zadelpasser en we vinden het beter dat er een ABS wordt gekozen in plaats van jongster. En we zijn erg benieuwd hoe jullie straks gaan bedenken hoe Tess haar zadel gaat samenstellen. Nou, de prijzen die heb ik hier in de hand. Dat is een Spirit Blue. Dat is het hoofdstel van Passier ter waarde van €169 die jullie kunnen winnen. Deze heeft het anatomisch kopstuk, dus dat is mooi hier ruimte voor de oren. Zacht onderlegd, een mooi bling bling frontriem en een gecombineerde neusriem die van breed naar smal toe loopt. Stuur je reactie in. We zijn erg benieuwd en hoe creatief dat jullie zijn. Nou, je mag het opsturen naar het e-mailadres info@hartvoorpaarden.nl. Maar je mag ook heel creatief zijn. En ja, verras ons, maar we kunnen ook iets opsturen, sorry, naar Hart voor Paarden. 100 Land 109D 2676 LT Leotinus in Maasdijk. Verras ons en win dit fantastische hoofdstel. Verkrijgbaar een ponykop, full en extra full. En vergeet ook niet je maat door te geven welk hoofdstel en welke maat jij graag wilt hebben. Nou, we zijn benieuwd. En nu ik hem zo aangesingeld heb, nog steeds. Dus ik ben benieuwd. We gaan hem nu testen. Met Tess erop. Ja. En Blondie eronder. Oeh, dat is goed anders. Lekker draven.
testen. Als je straks er klaar voor bent, Tess, dan mag je van mij een kruisje proberen. Wat moet je nu doen om in aanmerking te komen voor dit fantastische hoofdstel? Je moet naar de passierwebsite gaan, www.passier.com, en stel het zadel samen zoals Tess hem gaat kiezen en gaat krijgen. Dus ga naar de site www.passier.com en kijk wat de opties zijn en geef ons door welk zadel en hoe het zadel gaat worden van Tess. Misschien nog even galopperen? Ja. Ja, is prima. Als je eerste galopje nog even fijn vindt, dan vind ik ook goed hoor. Deze video. Doe vooral een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En waar kunnen we jou vinden? Op de website of ik heb geen YouTube kanaal toch? Bedoel gaan je dat? Op de website van Sabine bekijken. Sabine? Nee, ze weet je. Ik heet nog steeds Suzanne, maar maakt niet uit. Nog een keer terug. Het zijn zoveel namen door elkaar. Oké, nog een keer. Op de website van... Zal ik dat voor mij noemen? Ja. Jij weer doe je? Ja, doe het nog maar een keertje even de afsluiting. Okay. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En waar kunnen we jou vinden? Op de website Equilibrium Saddle Fitting Service. Of op Facebook uiteraard. Instagram ook? Instagram, nee. Oh. Nou, dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Ja. Nou, tot de volgende keer. Joehoe.